Vandaag zijn we op de TUS Expo in Den Haag, waarbij je alles te weten kan komen over drones. Hoe zijn jullie tot het idee gekomen om deze beurs te gaan houden? Nou, ruim een jaar geleden was ik een onderzoekje aan het doen naar de markt van drones. Wat er allemaal een beetje in Silicon Valley aan het gebeuren was. En dat onderzoekje dat bleef een beetje in mijn hoofd hangen. En toen dacht ik, ja, wat hebben we nou in West-Europa niet wat er eigenlijk wel zou moeten zijn? En op dat moment was er nog geen goede geïntegreerde beurs voor de onbemande systemen. Toen heb ik er twee mensen bij gehaald. En dat zijn Anouska Hagenstein en Martijn van Dijk. Die komen uit de beurswereld. En toen heb ik gevraagd van, luister, is het wat om voor deze markt iets te gaan organiseren? Wat is het nut ervan om een drone te gebruiken bij bijvoorbeeld een brand of een ongeluk? Op dit moment de Airbus die achter mij staat, die heeft twee camera's eronder. Een HD-camera voor mooie daglichtbeelden en een infraroodcamera. En wij hopen op die manier de brandweer te kunnen helpen om in ieder geval veilig, efficiënt en effectief in te kunnen zetten. En we zitten nu met de regelgeving nog. Mogen jullie zomaar een drone bij een brand bijvoorbeeld inzetten of zit daar iets aan verbonden? Nou, helaas kunnen we nog niet zomaar inzetten. Daar zit zeker wat aan verbonden. Er zijn een aantal hiaten waarin je ook bijvoorbeeld 2 dagen van tevoren een NOTAM af moet geven. Dat is een notice to airmen, waarin je het luchtvaart informeert. Ja, dat kunnen wij allemaal niet. Wij hebben een per direct nodig en we kunnen niet 2 dagen van tevoren zeggen van goh, over 2 dagen denken wij dat daar een groot incident is. En geven ons alvast vrij. Hè? Wij vliegen altijd bij mensen in de buurt, we vliegen altijd bij gebouwen in de buurt. En dat moet per direct kunnen. Dus de regelgeving faciliteert ons daar op dit moment in ieder geval nog niet in. Ik zie een assortiment helikopters staan. Hoort het wel thuis op de dronebeurs? Nou, in principe wel, want het is een helikopter. Dat heb je goed gezien. Kleinere helikopter weliswaar. Het is een onbemand systeem. Maar tevens kan het ook autonoom vliegen. Net als de multicopters die eigenlijk bedoeld met drones. Maar het is ook een onbemand systeem. Dus op de TUS Expo, de Unmanned Systems Expo, hoort hij wel zeker thuis. Wat is er voor de particulier interessant aan een drone? Ja, het is sowieso natuurlijk gewoon heel erg leuk om met dit soort toestellen te vliegen. En het feit dat je vanuit de lucht dingen kunt zien, foto's kunt maken en zo die je normaal gesproken niet kunt maken. Maakt dat het ook heel leuk is om bijvoorbeeld je vakantiefilmpjes of vakantiefoto's uit te breiden naast de leuke selfies van op de grond. Is er een verschil tussen de Inspire-camera en een GoPro 4? De beeldkwaliteit is redelijk vergelijkbaar. Het grootste verschil zit hem erin dat de GoPro uiteraard die fisheye lens heeft waar GoPro bekend staat. En de camera van de Inspire die heeft een lens erin zitten waarmee je gewoon een rechte horizon hebt. Dus dat je die bolling niet meer in je beeld hebt zitten.